ja, leuk. Ja. 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 Zien eens op. Mijn man die houdt van wordt prachtig. Jeetje. Oké, daar. Oh ja. Zijn er ook theeliefhebbers bij? Ja. Theeliefhebbers bij? Voor deze hoogte niet. Dankjewel. Ik heb zelf een theezakje bij me. Alsjeblieft. Met een bakje koffie. Nou, en dan gaan we de ringvaart van Woerden gaan we dus door. Terrein aan de achterzijde, zoals gezegd, is het nieuwbouw wat er gepleegd wordt. Hier aan de overkant varen we langs de Singel, zoals gezegd. Ja, voor de echte boerdenaar is dit natuurlijk allemaal bekend terrein. Dus ik mail ze naar de, dan komt het goed, hè? Naar jou, of naar de thuis. Ja, dan komt het goed, hè? Toppie. Maar hebben jullie nou een goede zomer gehad? Is het goed gegaan? Wij zijn tevreden. Goed zo, leuk. Ja, wij zijn absoluut tevreden. Ik moet ook zeggen, het is natuurlijk ons eerste seizoen. En we zijn in juni pas begonnen. Het is gewoon leuk. En leuk dat we gaan. Het is gewoon hartstikke leuk. Nou, daarachter het, station. Het treinstation van Woerden. Achter de rietpluimen. En zoals je kunt zien, het regent. Het is wel een sombere dag, maar ja, goed, we kwamen hier onverwachts terecht. En, voordat je het deed, zit je in het bootje, in het schip. Vanaf de waterkant had ik dit zo nog nooit bekeken. Zo zie je iedere keer weer een nieuw aspect van Woerden. Ja. Nee, ja. En ik vind het wel mooi. Ja. Ik ben een beetje ingewikkeld in verhaal. Maar ik zit hier een beetje. Als we nu kijken. Party Chef Sweet Caroline. Ga ik zeker nog eventjes iets meer voor bezoeken. Ze is aangemeerd in Woerden. Dus gaan we nog eens eventjes wat meer over opzoeken. Wat de mogelijkheden zijn, feesten, parties, goed verjaardagen. En je kan hier ook een hoek om. En zo kom je dus buiten worden. Een lange Linschoten, Oude Water. Maar dat is juist leuk. Dat je ook een pakje op de bus doet. Maar je zit ook met mensen te praten over woorden. We hebben een hele grote klant. En die huis is ook voor jullie. Hallo, hoor je? Ja. Goede wagen was daar ook. Het bedrijf bestaat niet meer. Maar dat was voor mij helemaal niet erg, want na 17 jaar was ik geen tegen. We zitten op de markt, een standwerker. En dan hebben we een lief. En in dezelfde maand
dat ik met hem verliefd werd, ben ik ontslagen. Nou, geen zin mee. Nou, we zijn er bijna. Dus, een klein stukje. Als die uitstapt, en we hebben een leuke rondrit gehad. En, ja, super hoor, het is alleen maar leuk. En lekker dicht op het water, dus het ligt vrij diep de boot. Dus. Ja, dan moet je echt goed kunnen varen. Nou. Als je dat de eerste keer doet, dat is toch ook griezelig? Ja, dit is wel de stuurmanspunt hoor. Ja, ja, ja. Terrein aan de achterzijde. We zijn nu net in het oude gedeelte van Woerden, het oude grachtengedeelte. Dus, en zo gaan we weer terug via het langs het Bredius-park. Het Bredius-park is een heel mooi park in Woerden, waar ook een kinderboerderij zit, maar waar je bij gewoon nog heel veel wilde planten ziet. Gewoon echt een leuk stukje natuurgebied. Nou, de eentjes die hebben het ook naar te zien hier zo. En dan heb je het centrum nog niet gezien natuurlijk. Het centrum van Woerden, dus ieder weekend wel wat te doen. Dus ik zou zeggen, kom en geniet een keer. Ja, het is leuk, vooral met dit weer. Maar eigenlijk doet het er weer niet te doen. Winters dan hebben ze hier zo erwtensoep en als ze schaatsen met koek en zopie en noem maar op. Dus van alles, allerlei leuke dingen. Wie wilde nog thee? Ja, het laatste tunneltje doorheen. En dat, ja. Je ziet het. Blijf spannend, hè? Voor jullie en voor mij. Helemaal goed, hoor. Nou, dan gaan we daar aan. En dan hebben we een hele leuke rondje. Oh, we zijn er nog niet. We zijn er nog. Nou, dan zijn we eindelijk op drogen. Dus. In het vervolg, als je toch ook nog eens een keertje in Woerden bent of wil zijn, een mooie rondrit wil hebben, of het nou in de winter is met een bak erwtensoep of zomers, nou, dan kan je altijd hier zo naar het mooie centrum van Woerden komen. Dus echt wat dat betreft, zal je hier zo geen dag vervelen. Zeker weten.